allemaal. Van harte welkom op de tweede bijeenkomst. In Gramsbergen, Lemelenveld, Kloosterhaar, Witharen, Ane, Ankum, Balkbrug en alle andere plaatsen in het Vechtdal, overal zijn WhatsApp-alertgroepen opgericht die samenwerken in Vechtdal Alert. Vanavond waren de agenten uit het Vechtdal en de beheerders van de WhatsApp-groepen bijeen voor overleg. Alle inwoners met een mobiel met WhatsApp daarop kunnen zich aanmelden en helpen hun buurt veilig te houden. Wie is aangesloten bij een WhatsApp-groep is als het ware extra ogen en oren van de politie in zijn of haar buurt. Wat is Vechtdal Alert? Vechtdal Alert is een overkoepelende organisatie waarbij alle WhatsApp-groepen binnen Vechtdal zich aansluiten, zodat wij ook zicht hebben op welke groepen zijn er actief binnen Vechtdal en we ook in contact kunnen komen met de juiste beheerders. En nou zijn er dus meerdere WhatsApp-groepen, begrijp ik. En hoe kijkt de politie aan tegen al die WhatsApp-groepen? Wij zijn heel blij met het initiatief wat mensen tonen. Het is een burgerinitiatief, WhatsApp. Hoe meer, hoe beter in ons geval. Want als wij een melding krijgen, moet je het zien. Wij hebben 2 ogen, keer 2 in auto is 4. En zodra wij die WhatsApp-groepen kunnen activeren om met ons mee te denken, mee te kijken, hebben we veel meer ogen in de wijken wat ons pakkans vergroot. Dus we zijn er heel blij mee. En hoeveel WhatsApp-groepen zijn er momenteel in het Vechtdal actief? Vechtdal breed praten we over circa 125 groepen. Dat wordt binnenkort uitgebreid naar 140. Dat is heel veel. Dat lijkt wel alsof alles al dan vol zit met WhatsApp-groepen. Is dat ook zo? Ja, nagenoeg is alles afgedekt. We zitten alleen met het zuiden van de gemeente Dalfsen. Dat is nog niet helemaal afgedekt. Ik ben zelf de wijkagent daarvan. Lemelenveld, daar zijn we nu mee bezig. Dat is bijna rond. Hoornhorst is zo goed als rond. En Dalfsen zijn er nog wat losse groepen wat we gaan proberen te stroomlijnen. En dan is in principe heel Vechtdal voor een heel groot deel afgedekt. En doe je nog een oproep daarvoor? Zijn er nog beheerders nodig bijvoorbeeld? Het is altijd goed om aan te geven dat je graag wil aansluiten bij een groep. Of dat je aangeeft, ik wil graag beheerder worden. Probeer dan even in contact te komen met je wijkagent van je eigen gebied of wijk. Zodat we daar wat meer advies en ondersteuning in kunnen bieden. De Vechtdal Alert WhatsApp groepen. Jij bent beheerder, wat is je naam? Mijn naam is Lisa de Lange, ik ben 20 jaar en ik kom uit Ommen. En ik zit in de Vechtdal Alert groep. Ja. En je bent beheerder van zo'n groep? Ik hoor zelfs superbeheerder, wat houdt dat in? Ja, ik ben superbeheerder van Ommen, want ik heb zelf Ommen Alert opgezet. En in alle, zoals Hardenberg, die heeft ook een superbeheerder. En wij zitten gezamenlijk in de Vechtdal Alert app. Ja. En hoe werkt zo'n groep dan precies? Nou ja, alle beheerders zoals Van Ommen, Hardenberg, Nieuw-Leusen, Dalfsen zitten allemaal in één app. Mocht er wat gebeuren, bijvoorbeeld in Ommen, bijvoorbeeld een auto die wegrijdt, een verdachte situatie, zet ik dat in de Vechtdal Alert app, zodat de andere beheerders ook kunnen meekijken en dat eventueel in de andere groepen kunnen zetten. En wie zijn de beheerders van dit soort groepen? Het zijn allemaal vrijwilligers, ze doen het allemaal op vrijwillige basis. En waarom? Omdat we allemaal samen willen werken aan een veilige gemeente, gemeente Ommen, Hardenberg en Dalfsen. En hoe kunnen mensen zich aanmelden? Ze kunnen zich allemaal aanmelden via Vechtdal Alert. Daar staat allemaal omschreven per gemeente hoe ze zich aan kunnen melden. En voor Ommen kunnen ze zich aanmelden via www.ommenalert.nl. En die andere is dus www.ommenalert.nl. Ja, en voor Vechtdal www.vechtdalalert.nl. Daar kunnen ze zich aanmelden voor Hardenberg, Dalfsen, Nieuw-Leusen en de omstreken.